Hallo kijkers van Shine Sprite. Welkom bij de nieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Lock samen met Jordi van de Subpar Guys. Goedemorgen. Ja, dat is niet vorige aflevering, maar die aflevering daarvoor heb ik natuurlijk mijn hele team verloren aan Kabu. En toen hebben we de vorige aflevering wat nieuwe mons gevangen. En ik heb ook mons getraind. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik heb gedaan in de tussentijd. En goed getraind. En goed getraind, zeker. Dat heeft me ook best wel wat tijd gekost, maar dat is helemaal niet erg. Ik heb een hele leger aan ninjas Jask doodgemaakt, dus dan weet je dat alvast. Ik heb ook een aantal van mijn nicknames veranderd, omdat ik sommige namen echt heel lelijk vond. En ik dacht dat ik ze niet zou gaan gebruiken, dus ik heb een paar namen veranderd. En sommige zijn nog hetzelfde. Ik denk dat ik 3 veranderd heb. Lasagna de Krussel van level 36. Was wat met, te verwachten. Met Rock Slide, Bulldoze, Slash en Stealth Rock. Ik heb Farts, hoe heet de ding ook alweer? Skunk Tank. Hoe heet het met Venoshock, Bite, Toxic en Flamethrower van level 34. Ik heb Buzz, de Vikavolt van level 34 met Thunderbolt, Bug Bite, Electroweb en Sticky Web. Ja. Ik heb Thumper, de Diggersby van level 34 met Bulldoze, Double Kick, Tackle en Quick Attack. Ik heb Checkmate, de Pawnyard van level 34 met Assurance, Metal Claw, Fury Cutter en Scary Face. En ik heb Kitsune, de Ninetales met Incinerate, Will-O-Wisp, Confuse Ray en Spite. Dat is hem. Oké, dan is het mijn beurt. Dan hebben we onze goede oude vriend Yibru, de Golett nog, met Low Kick, Nightshade, Stomping Tantrum en Shadow Punch. Verhaier, de Greenant, met Body Slam, Brutal Swing, Bite en Body Press. Heb ik Bultar, de Morgrem, met Valse Render, Dark Pulse, Swagger en Sucker Punch. Plumeria, de Golissopot, met Drill Run, Sucker Punch, Razor Shell en Excessor. Dimmadome, de Galarian Weezing met Strange Steam, Flamethrower, Assurance en Slush Bomb. Dimmadome, die vond ik echt een geniale naam. Ja. En Kyoto, de Bronzong met Gyro Ball, Body Press, Extra Sensory en Heavy Slam. Kijk. En, goed, ik ben alvast het stadion ingelopen. Ja, ik ga gewoon meteen maar vechten. Ja, ik denk misschien heel arrogant, maar ik ben nooit dood gegaan bij een gym. Moet je de hele challenge opnieuw doen of kan je direct door? Nee, je kan direct door. Ah, oké. Ja, weet je wat? Dan zet ik maar even een camp op. We hebben een kaboes lelijke loopje weer. Ja, de mooie power walk. Doe een oriberry. Dan ga ik maar even koken. Terwijl je bezig bent met kaboes. Doe dat maar. Dat heb ik nog nooit gedaan in deze wat, camp? Nee, ik heb camp misschien wel een keer opgestart, maar ik heb nog nooit iets gekookt. Het is eigenlijk zonde van Jan Berries. Snap ik. Oké, hij is begonnen met de Ninetales. Ik met mijn lasagne. Rock Slide for the win. Dus we gaan kijken of we komen. Hij is sneller, de Will-O-Wisp. Oh, hij mist. Oh, wat nice. Oké, one hit KO de Ninetales. Easy, nice. Kan ook bijna niet anders, eerlijk gezegd. Ja, ik heb wel heel veel geluk dat die Will-O-Wisp mis was. Klopt. Nou, dan is de eerste curry klaar. Oké, zijn Will-O-Wisp is nu wel raak. Ja, wat. Maar ja, dat kan ook bijna niet anders. Nee, precies. Oké, Rock Slide doet de helft van Arcanine's HP. Ja, hey, Intimidate en je bent geburnt. Niets super gek. Ik doe even commentary voor jou, ja, dan weet je wat er gaat. Ja. Ik swap nu naar Ninetales, want die heeft Flashfire, dus hopelijk weer een vuuraanval. Ja, hij doet Flame Wheel. Flashfire, dus deed geen schade. Dan heal ik heel even die burn van mijn
Crusoe weer. Ja, want het is letterlijk kill de Arcanine, wissel naar Crusoe wanneer hij naar zijn center scorch gaat. Dynamax, Max Rockfall, je wint. Ja, dat was eigenlijk wel mijn bedoeling, ja. Dat was wel de tactiek waar ik naartoe ging, ja. Ja, kan ook bijna niet anders. Ik dacht er ook over, nog over na, maar ga jij voor de fossil? Nee. Je gaat niet voor Actozot? Ik vind dat zulke rare dingen. Is ook, ook een beetje het idee, hè, dat ze raar zijn. Ja, maar dat is toch lelijk, dat doe je toch niet? Ja. Ach, paleontologie in die periode was ook gewoon raar, dus... Het hele idee daarachter klopt wel. Maakt nog steeds niet beter, maar het klopt wel. Hmm. Oké, Arcanine is ook dood. Nou. Dan rest er jou nog maar één ding. De Center Scorch. Ik ben bijna al mijn ingrediënten heen, dus... Mag wel, maar ja, goed, goede TM's krijg je toch niet van. Enige wat je leuk van Kabo krijgt hier, Will-O-Wisp. Ja, mooi. Ja, mijn Ninetales kan toch al willen worden. Ja. Dus veel heb je er toch niet aan. Ja, da. Maar ja, dan een nieuws, jij kan wel niet op de volgende route, maar op de route soms in naar Stone Side, kan jij wel eindelijk weer een electric type vangen. Ja, nou. Of je hem gaat gebruiken is weer een tweede, want het is wel een Helioptile. Ah, oké. Okay. Misschien, als we weer mijn hele team doodgaat. Wie weet. Nou, best klaar. Oké, okay, is wel sneller. Ah, oké, doet bijna geen schade, dat is mooi. Zo, nou, dan moet ik nog één appel maken en dan heb ik al mijn ingrediënten gebruikt voor curry. Zo, ook one hit KO, easy. Kan ook bijna niet anders. Keer vieren. Kom je in Gullus spot. Ik had gewoon meteen een dweibel moeten vangen en hem trainen. Ja, maar ik weet niet of we die hadden kunnen vangen. Ja, ik kon er nu ook naartoe. Nee, precies, dus ja. Maar ja, eerlijk gezegd, daar denk je ook niet aan. Nee, klopt. Zo. Gullispot, hoe de fuck krijg jij die bal op je kop? Ik vind het knap, maar... Nee. Ga nog één keer koken en ik denk dat dit in tegen die tijd jij wel door de wild area heen bent. Even kijken, ik moet nu eerst nog ouwe hoeren met Hop en een of andere gast. Oh ja, ik krijg Will-O-Wisp nou. Hopper de popper de pop. Zo. Ja. Maar ja, nu heb ik de geinigste drie gyms al gehad. Gras, water, fire. Ik ben nog steeds van mening dat ze de volgorde gewoon aan... dat je die volgorde zelf mocht kiezen. Je gaat modestalk in. Oké, kies maar je route. Ga je links of ga je rechts? Ja, maar dan had het Johto geworden. En daar ben ik wel blij mee dat ze er niet hebben gedaan. Qua level verschil maak ik toch niet zo heel veel uit. Met experience Candy kan je zoveel goed maken. Dan mogen ze van mij gewoon in laten, experience Candy. Ja, van mij ook wel hoor. Ik merk het nu dat ik het heel fijn vind dat ik gewoon even naar de wild area kan gaan. En gewoon een paar ninjas van level 30 kan verslaan. Dat ik dan gewoon zo level 34 ben met allemaal Pokémon, zeg maar. Precies. En dat scheelt ook een beetje op. Ja. Nee, voor mij is het ook gewoon van, net zoals die Gyarados van laatst. Oh, ik heb Magikarp, weet je wat? Wat experience Candy heb ik nog over in Douwe, klaar. Daar kan hij ook meteen mee. Wat dat betreft was het een goed idee van mij om voor een Gyarados te gaan, want dat was je eigenlijk niet van plan.
Nee, zo eerlijk staat hij niet op mijn lijstje, nee. Maar nou, uiteindelijk heeft hij je wel geholpen bij Kabu. Geholpen, hij heeft gewoon de hele gym getankt. Ja. Maar, als ik hem niet had gebruikt, was hij waarschijnlijk gewoon greedend geweest. Nou, gewoon body slam alles. Oh, wat een geouwe hoer weer. Met hop en beat, of bide. Of is het het afscheid van Kabu? Nou, nu... Oh, daar, met BD komt er nu net bij staan. Ja. Oh, en dan gaan hun ook tegen elkaar vechten. En dan wordt Hop helemaal chagrijnig omdat hij verloren had. Nee, niet chagrijn. Depri. Oh, Depri dan. Mag ook. Hij wordt zo Depri dat hij verliest van Team Jokruns. Nice. Oh, ik zal heel eventjes mijn andere Pokémon vooraan zetten. Even kijken. Doe jij maar. Swap. Oké. Okay. Ben je eigenlijk iemand die fan is van Curry? Van Curry? Ja. Oh, in de game bedoel je? En ja, echt de Curry van de... In de game. Niet Curry als in de saus Curry, maar Curry als in rijst. Oh, saus, maar dan... Maar dan oh, nee. Totaal niet? Nee, ik ben sowieso niet zo heel erg gek op rijstgerechten. Omdat ik rijst altijd droog vind. Maakt niet uit. Je kent chicken tonight, weet je wel. Gewoon een hele bak saus die je eroverheen doet. Dan vind ik alsnog de rijst vind ik droog. Ja. Klinkt misschien raar, maar... Ja, ik kan het begrijpen. Hm. Ja, ik ben zelf wel groot fan van curry. Puur met je kan een beetje zelf zeggen wat er een beetje ingaat. Mm-hmm. Beetje raar vergelijken, maar je kan een beetje vergelijken met pizza. Ja, dat is een aparte vergelijking, ja. Maar ja, je kan wel weer bepalen van, wat gaat erin, wat gaat er niet in. Mm-hmm. Oké, ik ben bijna bij Hammerlock. Je kan straks late game eventueel alsnog gewoon een wilde Mandibus vangen in plaats van dat je een Fullaby gaat trainen. Ja, I know. Ik trouwens ook, want het is een dark Pokémon, zit ik me nou te bedenken. Dus Fullaby had ik kunnen vangen. Ja, ik ben bijna dood gegaan door een kleine ruk Pokémon. Spannend. Nou ja, ik weet dat je een Focus 6 kan krijgen. Ja. Alleen deze persoon heeft ook Endeavor. Dus deze meneer gebruikt een fucking veertactiek. Vind ik niet echt netjes, meneer. Dat was bijna mijn Greedent kwijt. Oeh. Dat was balen geweest. Ja. Maar het is wel typisch geweest dat Greedent op die manier doodgaat. Ja, helemaal goed, jongens. Oké. Nou, praat over het feit dat jij net een Mandibus hebt gezien, neem ik aan dat jij in Hammerlock bent. Ik heb nu die cutscene van Hammerlock en wauw, deze game echt. Waarom ben ik dat vergeten, dat die game zo mooi is? Omdat het allemaal window dressing is. En daar bedoel je mee? Het ziet er mooi uit, maar het heeft geen... hoe kan ik dit best uitleggen? Om weer een raar metafoor van te maken. Het is hele mooie soep, alleen de soep smaakt naar water. Ja, geen inhoud, zeg maar. Ja. Ah, ik vind het wel meevallen hoor. Ik vind het gewoon wel een van de betere games. Ook met verhaal. Ik vind, weet je, het verhaal is niet heel erg diepgaand, maar het is gewoon lekker. Lekker, gewoon rustig, zeg maar. In plaats van soms... Ik vind het al... Ik baal altijd als ik twee keer in een game een hideout van een team moet doen of zo, weet je wel. Ik snap dat dat dan bij het verhaal hoort, maar dan denk ik echt van... Dit is niet leuk. Dat zijn altijd de minste leuke dingen van de game, die hideouts. Ik ben wel blij dat het nu niet is. Nee, ik snap het, want het is alleen maar grinden. En vaak krijg je niet echt een payoff daarvoor. Dus precies. Van in die optiek snap ik het wel, maar zelf vind ik het... Die hadden we heel graag, want het geeft wel wat meer diepte aan de teams. Ja, klopt. Team Yell heeft geen diepte. En ik vond ondanks dat je Po-Town had, vond ik Team Skull ook niet echt diepte hebben, hoor.
Nee, maar de grap van Team Skull is dat ze ook niet diep zijn. Het enige wat Team Skull is, zijn letterlijk rejects die de trials nooit hebben afgemaakt. En omdat ze nooit echt de plek hadden om verder te gaan, want het hele idee van Sun and Moon en Usum is, je doet de trials als soort van, nou ja, goeie ding, goeie initiatie. Ja. En heel veel mensen doen dat. We moeten gewoon volgende route meteen, toch? Of niet? Oh, nee. Nee, je hebt eerst wat cutscenes. Waar moet je dan naartoe? Naar links. Ik ben naar links gegaan, maar er gebeurt niks. Dan moet je... Heb je Raihan al gezien? Even denken. Oh, ik moet gewoon hier het kasteel in. Ja, gewoon verder naar links. Oh. En dan ben je er ook. Nee, maar dat is een beetje het ding. Team Skull was ook gewoon rejects. En daar kwam gewoon Goose bij. Dus het was oppervlakkig. Maar de mooie van hun was omdat ze gewoon oppervlakkig zijn. Ja, weet je. Ja, precies. Ja, nee, weet je. Ik vind wordt de Team Yell ook niet interessant, hoor. Maar ik ben wel blij dat je niet 100 hideouts doorheen moet, zeg maar. Dat vind ik alleen maar lekker. Nee, klopt. Maar de hele instelling van Team Yell is ook alleen maar het zijn... trainers van eigenlijk Piers. Ja, precies. Dat is het hele idee. Van Marnie en van Marnie, zeg maar, fanboys. Nee, precies. Dat vond ik wel geinig toen eindelijk de gym zag. Hey, deze heeft geen make-up op. Oh, het zijn gewoon normale grunts. Ik van, ver en af. Ik ben Leon tegengekomen nu in de straat. Ja, dan moet je gewoon verder naar links. En ik krijg een beetje het verhaal van de Sword and Shield. En het is van... Ja, nee. Ik ben zelf iemand die wel iets... Kijk, voor mij hoeft het verhaal echt niet ingewikkeld te zijn, maar... Ik vind wel dat een verhaal een beetje moet sudderen. Dat je gewoon een beetje wat dingen binnenkrijgt. Ik vind het verhaal ook heel belangrijk in games, hoor. Alleen bij Pokémon vind ik dat wel het minst belangrijk, zeg maar. Klopt. Kijk, Gen 2... Kijk, daar is ook het verhaal niet heel diep in. Maar daar haal je het verhaal uit de cultuur. Voornamelijk een hard cult is zilver, maar... Het is gewoon zo gebaseerd op Japan en zoveel kleine dingen. Hoe bepaalde structuren in elkaar zitten. Want iedere stad heeft zo zijn eigen dingetje eigenlijk. Ja, ik ben echt gewoon niet zo fan. Ik vind het heel leuk om die games te spelen voor de nostalgie, maar verder ben ik echt gewoon geen fan van Gen 2. Mm-hmm. Buiten de Pokémon's dan, hè, want die vind ik wel vet. Ja. By the way, als je zo dit kasteel hebt gehad en je hebt Sonja gepraat, dan is er zometeen een jongen met een rode... Nee, ik wil zeggen sweater. Daar moet je even mee praten. Oké. Ik heb in ieder geval TM for Charm gevonden. Waarom is dat een TM? Dat weet ik niet, maar hij lacht hier. Als het iets is van, je kan de attack van met 2 of 3 naar beneden brengen. Prima, dan kan je nog begrijpen als TM, maar charm? Ja. Ik niet helemaal snappen. Wat ik ook niet snap is waarom ik nu eigenlijk Golett vooraan heb staan tegen mensen die dark types gebruiken, maar oké. Ja, nee, dat snap ik ook niet. Nou ja, daarvoor hebben we ook nu Golisopod bij ons. Ben je eigenlijk een beetje benieuwd van wat ze trailer vanmorgen gaan announcen? Ja, ik ook. Ik ga hem livestreamen, dus ik hoop dat het een feest wordt. Het is wel echt nice dat ik nou vakantie heb, dat ik dat kan doen, zeg maar. Normaal dan word ik altijd al gespoild op Twitter, zeg maar, dan... kan ik dat nooit live kijken, maar nu kan ik het live kijken. Ik verwacht er niet al te veel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik verwacht wel een release datum, dat verwacht ik wel. Ja. Nu. Ja, announcen ze. Ja, de DLC komt is vandaag niet direct beschikbaar. Nou, dat denk ik niet. Wat denk jij? Nou, ik zou het niet raar vinden, eerlijk gezegd. Nee? Oh, ik wel. Ik zou het heel omdat eigenlijk heel veel dingen die ze hebben laten zien... Weten we al. Dus ja, de regies weten we al. We weten welke personen er zijn. We weten voor 80-90% hoe de omgeving eruit ziet. Dus... Ik denk dat was een beetje. Maar het enige raar vind ik dat ze de
Isle of Armor symbool er ook neer hebben gezet. Dus ja, dat vond ik ook raar. Ja, dat viel mij ook. Dat was ook het eerste dat ik dacht. Van, het gaat toch eigenlijk alleen maar om de Crown Tundra, dacht ik. Ja, het kan zijn dat ze dat gewoon gebruiken als Expansion Pass logo. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat ze zeggen van, yo, je kan nu in de Isle of Armor dit nog doen of zo. Ja. Met een update. Oeh, daar hebben we Stunky. Geeft me echt een hele goede reden om de Isle of Armor weer te spelen, maar oké. Ja. Nee, ik heb echt maar één ding niet gedaan in de Isle of Armor, en dat is die 2 miljoen watts verzamelen voor de dojo. Nee, heb ik ook niet gedaan. Ik zat er zo van, je krijgt eigenlijk maar 2000 watt voor raids wanneer je de game hebt verslagen. Mm-hmm. Nou ja, dan kan je heel simpel uitrekenen. Oké, 2000. Ik heb 2 miljoen nodig. Yeah. Dat zijn een goede 3 extra nullen. Mm-hmm. Dus ik moet 1000 keer een raid battle doen. Gaan we niet doen. Was ik niet van plan, nee. En uiteindelijk alleen maar voor een leak kaart van Honey. Ja, en je moet ook zo'n Urshifu battle doen dan, toch? Ja, maar daar heb je de watch niet voor nodig. Oké. Die had ik wel gedaan, dus dat ik van... je hebt de 3 trials, dus Slowpoke, Mushroom, Trinkupfu en evolueer naar een Urshifu. En dan heb je de sidequest van Fix and Diligent. Ga op zoek naar een Applin. Versla een Vespiquen. En versla dan Mustard met zijn eigen agent Max Urshifu. Mm. En dan heb je een beetje de postgame van de Isle of Armor. Oké. Okay. Goed, ik heb de Silicobra... zeg maar een soort van... hoe noemen we dat? Oh nee, ik moet nog een gast verslaan. Ja. Wat is dit nou weer? Maar kijk het nou hoe snel je gaat. Heb je waarschijnlijk niet gepraat met die goos in de rode trui, of niet? Oh, nee. En waar staat die? Dan ga ik ze nog even terug. Een stuk terug naar rechts. Gewoon op straat? Gewoon op straat. Wanneer opeens het hek naar achteren gaat, schuin naar achteren links, daar staat hij. Hallo, Opel. Oh, je bent al een stuk verder. Nou, ik heb net ook maar die Team Yell verslagen hoor. Dus die Silicobra is ook nog net bij mij weg. Dus loop nog niet zo ver voor. Maar ja, terwijl ik bezig ben, zal ik even doorgaan met de dingen die we hier kunnen vangen? Ja, doe eens gek. Nou, als ik gek zou doen, zal ik het niet doen. Oké, om te beginnen. Wat wij hier kunnen vangen zijn... voor jou een Torkoal. Oké. Een Scorupi. Scorupi kan ik ook vangen. Een Heatmore. Ja. Yeah. Een Durant. Maar mag jij Scorupi... je mag Scorupi dan wel gebruiken, maar geen Drapion gebruiken. Ik mag geen Drapion, dus voor mij heeft het geen zin om te vangen. Nee. Een Durant. Een Alucia. En dan als Visible Encounters een Trapinch. Een Galarian Yamask. Een Exu. En een Helioptile. Oh, jij mag fucking veel hier vangen, of niet? Yep. Ga ik dat doen? Oh, Exu mag ik ook vangen. Maar ik ga het waarschijnlijk niet. Ik ga niet heel veel hier vangen. Nee, ga je niet voor de backup vangen? Ik ga een Galarian Yamask vangen. Als ik het tegenkom, vang ik een Helioptile. En als ik nog iets interessants tegenkom, dan vang ik dat ook nog. Maar anders, meer dan van de Pokémon kan ik vangen in de Wild Area. Dus dan zie ik niet echt een reden om nu al die dingen te gaan vangen. En als ik iets wil vangen, ga ik liever naar de Wild Area toe. Waarom moet ik hem een Applin geven? Wat gebeurt er dan? Als je die appel zo meteen aan een Applin geeft, evolft hij. Ah. En daar ging het me meer om. Ah. Dan heb je tenminste je eerste fatsoenlijke drakel binnen. Ja. En daar ging ik me eigenlijk meer om. Anders ging je denk ik heel lang zoeken van waar is toch een appel? Nou, hier. Ja.
En op zich, Appleton is niet verkeerd. Nou, ik weet dat er op de Eye of Exu ook eentje ligt, maar daar kunnen we nog niet heen. Nee, dat wordt pas echt pas bij Gym 7. Mm-hmm. Als hij nou eens opschiet, duurt allemaal zo lang. Ja. Dank je. Nou, dat valt allemaal nog wel mee. Dan doen we een Shell. Ik ben benieuwd waar je die Razor... Is dat Razor Claw die je moet hebben voor om Sneasel te evalueren? Volgens mij een Razor Claw, ja. Ik ben benieuwd waar die in deze game zit. Wild Area. Weet je waar de Tyranitar daar zit? Ja, ongeveer. Ja, ongeveer. Je hebt er alleen Surf van nodig. Ah, oké. Dus de Waterbike. Dus dat duurt even. Maar ik ga in eerlijk gezegd vanuit dat jij nog even geen Sneasel gaat gebruiken voor nu. Tenzij hem doorgaat, wil gaan gebruiken voor de Ghost nou, Gym zometeen. Ik heb hem voor de zekerheid namelijk wel meegetraind. Dus hij is ook level 34. Fair enough. Hallo Helioptile. En jij gaat met mij mee. Maar dat wil ik helemaal niet. Welke type is Galarian Yamask eigenlijk? Ghost Ground. En als ik zou willen, kan ik hem ook inwisselen voor normale Yamask. Dat zou inderdaad kunnen, ja. De vraag is alleen, wil je dat? Nee, ik heb al een Ghost Ground in de vorm van Golurk, dus... Ik weet nog niet. En ik kan ook zomaar zijn dat ik zeg van, weet je wat? Ik ga hem wel gewoon ruilen voor dat ding. Want je weet hoe je Galarian Mask moet evolven. Ja, echt op de kut manier. Yep. Dus je moet heel veel schade hebben en dan moet je onder die arc doorrijden. Precies. 49 schade en dan onder die arc. Ik weet nog steeds niet waarom ze het op die manier hebben gedaan. Ik snap het. Ik snap een beetje het idee. Want 49 heeft een bepaalde symboliek in Japan. Ja, maar je mag ook minder dan 49, hè? Het is gewoon 49 of de ronde. Ja, maar alsnog. Ik vind dat een beetje raar, want... Nee, dat heb je al gezegd. Geef mij gewoon level. Of iets simpels. Gimmicks mogen, maar dan moet het ook een gedeelde gimmick zijn. Ja, precies. Niet... Ja, we hebben nu een item gemaakt voor alleen weer deze Pokémon. Ja, maar waarom nou weer? Ja. Yeah. Kijk naar jouw Galarian Slowbro. Ik zit met mijn Ninetales in een Area Trap. Dat is echt kut. Oh, dat is ruk. Ductrio of Diglett? Ductrio. Ai. Nou, ik overleef het wel. Ja, alsnog. Ninetales staat niet bekend om haar bulk. Ik heb je bonnie. Nou, dan ga ik gewoon weer door. Zoveel hoef ik hier toch niet naar te kijken. En ik mag toch geen van de fossils, dus... Want het is water electric... Nee, het is Ice Electric. Dragon Electric, Dragon Water en dan Water Ice. Dus ja, geen van die dingen mag ik. Waar komt die Ductrio nou weer vandaan? Van onder je voet. Nee. Zoals de meeste Ductrio's, onder je voeten. Oh, deze heeft gelukkig geen Area Trap. Oké. Helioptile. Shiny Bean! Nee. Nou, ik zou zeggen... als je Shiny tegenkomt, hoop ik niet dat voor je dat een Helioptile is. Oh, ik zou ook best wel tevreden mee zijn, hoor. Alle Shiny's zijn mooi meegenomen.
Maar het liefst zou je dan bijvoorbeeld een water-Pokémon hebben die je anders weer niet kan krijgen. Nee, precies. En die... Oh, ik heb hem gekilled. Shit. Nou, geen idee voor mij. Dat is zonde. Wat kon ik hier nou nog mee? Axew. Oh ja, Axew. Maar dat is een grass encounter, denk ik, hè? Axew was overworld. Een overworld encounter. Oké. Okay. Maar dat is voor shield 1%. Dus jouw grotere kans is een Trapinch. Oké. Okay. 5%. En de rest moet weer het gras tegenkomen. Dus ja. Ah, Silicobras. Heb je het? Nee, je hebt geen Silicone gebruikt. Nee. Ik vind het design wel mooi, ik vind de ability wel mooi, maar... Het is weer zo'n... Het duurt te lang. Ja, ik vind Silicobra een van de minste toevoegingen van deze gen. Ja. Ik vind Gigantamax wel vet, zeg maar. Die ja, gewoon een gigantische tornado. Ja, die vind ik wel leuk. Maar verder ben ik niet zo'n... Ik zal hem niet zo snel gebruiken, zeg maar. Nee, want als ik echt een pure ground type nodig heb, pak ik Hippopotas. Ze vinden ook een beetje dezelfde rollen, dus... Mm-hmm. Alleen de ene heeft Sand Spit en de andere heeft Sand Stream, ja. Welke pak je dan? Oké, Double Battle ben ik ook levend voorbij. Dat scheelt ook al een slok op een borrel. Dan is de vraag nu voor mij. Was hier verder? Ja. Ja, ik ben redelijk hoog qua level, dus ik skip even een paar trainers om mijn level iets lager te houden. Ik ben even aan het kijken wanneer ik de Trapinch of een Axew tegenkom. Ja, dat is inderdaad een goeie, want dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Oh, dank je, je hebt een Koffing. Maar deze Koffing heeft geen levitate. Dus, sterf Koffing. Lekker aardig. Dat mis ik gewoon aan Gen 1. Gewoon poison types killen met Earthquake. Het zijn van die kleine dingen. Ik heb TM voor Dick gevonden. Mooi. Nu hopen dat ik nou eindelijk een keer Trapinch of dingen tegenkom op Axew. Fuck sakes. Oké. Golett. We wisselen jou even, want ik heb niet meer zoveel zin om jou te verliezen. Nu heb ik een goede vraag aan jou. Wat denk je wat mijn Bronzong heeft? Levitate of Heatproof? Levitate. Heatproof. Wow. Ik krijg altijd eentje met Heatproof wanneer ik eentje heb in Nuzlocke. Altijd. Ah. Terwijl Levitate zoveel beter is, maar ja... Oh, ik ben gezien door een trainer. Hoppakee. Waar was dat? Throw. Nou, net gehad. En kan ik weer door. En dan ben ik ook een stone site met opnieuw hartstikke mooi die Diglett, maar ze stellen niks voor. Nou ja. Zullen we nog even hop doen, zometeen? Ja, wil je dat deze aflevering nog doen? Even kijken. Nou, afhankelijk. Als je nog lang bezig bent in de route, dan moeten we mooi de volgende aflevering. Ja, ik denk dat we beter de volgende aflevering kunnen doen. Prima. Even kijken. Ik zit nu alleen even in een gevechtje. Yep. Waar ik even gewoon niet de juiste ding voor heb, zeg maar, de juiste counter. Fair enough. Oh, kut. Even restocken op Super Potions.
Ook even op Great Balls, want dat wordt ook nog zo meteen een stukje wanneer wij dingen hebben gehad, de Ghost Gym. Dan heb ik ook weer iets heel doms. Okay. Een route met alleen maar Psychics en Fairies. Oh, de Klimwood Tangle, die. Ja. Tja. Op zich mooi, heel veel dingen om te vangen. Maar heel veel dingen daarvan heb ik al. Ja, je kan nog Synesty vangen. Ja. En Galarian Ponyta. Galarian Ponyta, Oranguru, Indeedee. Oh, nog zat op de vangen. Yep. Maar ja, zowel Oranguru als Indeedee zijn normal psychics. En ja, ze zijn nog niet zwak tegen ghost types. Maar... Oh, dus die twee mag ik ook vangen dan. Normal psychics. Ja. Oeh. Deze throw is zo fucking irritant. Bulk up? Nee. Sturdy? Nee, gelukkig niet. Nee, hij doet circle throw. Ja, dat is ook minder. Want Circle Throw gooit iedere keer je dingen weg. En daar heb ik ook niet zoveel voor aan. Nee. Wat heb ik nog maar niet opgepikt? Oh, deze crap. Okay. Stom. Oh, de Storm Throw, dat is wat anders. Hey, Greedent, je krijgt mij even dik. Ik weet niet of ik ga gebruiken, maar nu heb je het. Zo. Oké, deze bitch is dood. Ik ben nog steeds geen trappings of ding tegengekomen of Axew. Dan is jouw geluk niet met jou. Oh, ik zie een trappings. Ik zie een trappings. Had ik dus iets eerder moeten zeggen. Alleen, ik denk dat hij die spant, omdat ik heel ver om moet lopen. Zou kunnen. Hé, een Heatmore, die mag ik ook vangen. Heatmore mag je gewoon vangen, heb je weer in je fire type voor je collectie. Ja. Ik weet alleen niet waar je nou nog een fire type voor gaat gebruiken, want je hebt ook nog een Arcanine. En ik denk dat je eerder Arcanine pakt dan Heatran. Ja, maar voordat ik weer een Firestone kan fixen, is best wel lastig, zeg maar. Klopt. Dan is gewoon de vraag van... Wanneer kreeg Heatran eigenlijk? Heatran kreeg in een periode zijn eigen signature move eindelijk. Oh, dat was dat ik pas deze game. Generatie 7. Ah, oh, dat is wel humor. Heatmore's signature move, Firelash. Kon ik krijgen in generatie 7. Maar in generatie 7 was het onmogelijk om Heatmore te krijgen. Oh, dat is handig. Tenzij hij door Bank was. Waarom ze dat dan weer doen, geen idee. Maar is niet signature toch? Want dinges kan ook fire. Ja, niet meer signature, nee. Momenteel is het Celestial, Sislipid en Center Scorch. Yeah. Maar die leert het ook allemaal pas deze gen. Je hebt gewoon een periode gehad, dan bepaalde Pokémon's gewoon signature moves. Zoals Skull Bash voor Squirtle. Mm-hmm. En die hebben ze dan voor een periode en daarna krijgen ze niks nieuws meer. Ga nou eens in die bal, jongen. Ja, en de enige moves die nog signature zijn de drie dingen. Z-moves. G-Max moves en de partner moves. Ah, oh, ik heb hem gekilled. Zo jammer. Jammer van een trap inch.
Nee, dat was niet Trapinch, dat was nog Heatmar. Oh, die was Heatmar nog, oké. Okay. Ja. Hm. Ja, ik weet niet of Trapinch er nog zit. Ja, hij zit er nog, hij zit er nog. Oké. Okay. Dan doe ik hier op pauze, zo. En dan gaan we zo de volgende aflevering opnemen en dan begin ik bij de Trapinch. Ik vind het prima. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. Vergeet niet te abonneren op de Subpar Guys, het kanaal van Jordi. Tot de volgende keer. Adios, amigos.